En open uw Bijbel in Handelingen 26. The reason for this. 26 en de reden hiervoor. God has begin is begonnen to show me what he want to do. Om te laten zien wat hij wilt gaan doen. And he has been telling me for some time now. En hij heeft me al enige tijd gezegd that the devil has been lying to us. Dat de duivel tegen ons aan het liegen is. So we are distracted. We zijn afgeleid. And we are so focused on the best things of this life. En we zijn zo onze aandacht is zo gericht op de. He has been telling me that dingen van dit leven. En hij heeft me dat als sinds laten zien. He said that is why my people can never see me the way I am. En daarom kunnen het volk mij niet zien wie ik werkelijk ben. He has been dealing with me with that. En hij heeft met mij afgerekend. That's why I know that 31st night. Daarom weet ik de 31ste. Will be somebody's biggest breakthrough. Gaat iemand zijn grootste doorbraak zijn. I know that 31st night. Ik weet de 31ste. Will be something else for somebody. Zal iets heel anders zijn voor iemand anders. And I know. En ik weet. God has also purpose. Dat God ook erop heeft gesteld. Abundance. Overvloed. He purpose abundance. Hij heeft opgedoeld overvloed. For his children. Voor zijn kinderen. Financially. Financieel. To bless them. Om ze te zegenen. But some of them are still very distracted. Maar sommige van hen zijn nog steeds heel erg afgeleid. They don't want to hear to his instruction. Ze willen niet luisteren naar zijn instructies. But I want you to open to Acts 26. Maar laten we openstaan Handelingen 26. Acts 26. Handelingen 26. And we're gonna pray with this. En we gaan hiermee bidden. Vers 19. Now you have to understand something. When Paul made this statement, toen Paulus deze uitspraak maakte, nothing about Paul was nice. Was helemaal niks aan Paulus leuk. I don't know whether you understand me. I said nothing about him was nice. Ik weet niet of u het begrijpt, maar hij was niet op een comfortabele plaats. Paul was going through stuff. Hij ging door dingen heen. But this is what he said. Maar dit is wat hij zei. How many of you know that you cannot teach somebody something that you have not experienced? Je kan iemand niet iets onderwijzen wat je zelf niet hebt meegemaakt. How many of you know that? Wie van u weet dat? Okay, look at Paul. Okay, laten we kijken naar Paulus. Paul said, wherefore, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. The Lord has been making me to understand that many people have been disobedient to the vision because of their circumstances. En de Heer heeft me laten weten dat vele mensen ongehoorzaam zijn aan het hemelse plan wat God voor hen heeft, omdat ze alleen maar kijken naar hun omstandigheden. Because of their situation. Vanwege hun situatie. And it was out of this mandate. En het was uit deze opdracht. That Paul told Timothy. Dat Paulus tegen Timotheus zei. War with the prophetic word. Dat je moet strijden met het profetisch woord. And the next thing that he said. En het volgende dat hij zei. Some people have fallen away. Sommige mensen zijn afgevallen. They have taken their eyes off the faith. Want ze hebben hun ogen niet gericht in het geloof. They have chosen not to believe. Ze hebben ervoor gekozen om niet te geloven. Because omdat they have allowed. Ze hebben toegelaten their own thoughts. Hun eigen gedachten. This thing that we are talking about warfare. Let me tell you, warfare is all about what we just started in the church right now. En geestelijke oorlogsvoering is dat wat we hebben zijn begonnen hier in de kerk. And now we start going deeper into the Satan deception. Why he makes you things like that. En we gaan er dieper op in het bedrog van Satan. Waarom hij u misleidt. And why you easily believe him. En waarom u de neiging hebt om hem snel te geloven. All those things will be revealed on Sundays. Al die dingen zullen we te horen krijgen op de zondagen. And even if I don't finish it, I'll bring it to Wednesday service. En zelfs als ik het niet kan eindigen, dan zal ik het op de woensdag. But today I want us to pray. Maar vandaag wil ik dat we gaan bidden. That the children of God. Dat de kinderen van God. In this fast. In deze fast. The spirit of God. Dat de geest will remind them again. Dat ze weer zal herinneren. Of the heavenly vision.
aan het hemelse visioen. That the children of God. Dat de kinderen van God. The spirit of God. De geest van God. Will remind them again. Ze in herinnering doen brengen. Of the heavenly vision. Van het hemels plan. And even if they have forgotten about it. En zelfs als het vergeten zijn. Let them be remembered. Laat ze dan eraan herinnerd worden. Let them be reminded. Laat ze aan herinnerd worden. Of the heavenly vision. Aan dat hemels plan. And we ask him. En we vragen. That the spirit of God will help them. Dat de geest van God hen zal helpen. That they will take their eyes off. Dat ze niet in, dat ze hun ogen afwenden. From what they have been focusing on. Van waar ze hun aandacht nu op hebben gericht. Fighting with one another. Vechten met elkaar. Talking against one another. Roddelen over elkaar. Causing contentions. En dat er allerlei strijd plaatsvindt. Fighting with one church to another. Onderling. En één kerk tegen een ander. But we are asking God. Maar we vragen God. Let the heavenly vision. Laat dat hemels. Let it become a reality again. Laat het weer een realiteit in worden. In the hearts and the minds of the children of God. In de harten en in de verstand van de kinderen van God. And we are declaring in the name of Jesus. En we verklaren in de naam van Jezus. That in the midst of the pressure. Dat te midden van alle druk. Their eyes will be fasting on that vision. Dat hun ogen gericht mogen zijn op Gods gegeven. En dat ze mogen weten en vaststaan aan wat de Heer zegt. Dat ze daarvan niet zullen afgaan. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Say, Father, we agree. Vader, we stemmen overeen. We agree. We stemmen overeen. En we vragen u. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. We ask for your message. We vragen voor uw genade. In any way. In welke that we have been disobedient. Waar we ook ongehoorzaam zijn. To your heavenly vision. Aan uw hemels plan. That you get to us. Dat u aan ons gegeven heeft. Individueel. Collectively. En gezamenlijk. As a church. Als een kerk. In any way. Op welke manier we ook. We disobey. Waar we ongehoorzaam zijn. De hemels plan. We call for message. We vragen om uitleg. We open ourselves to the lies of Satan. His thoughts. His imaginations. His patterns. Through situations. Door situaties. And circumstances. En omstandigheden. That come our way. Father, in the name of Jesus. We ask for forgiveness. We reject. The thoughts. The patterns. En elke the imaginations. En elke of the devil. And we pick up. En we nemen we op. Pick up. We nemen op. The heavenly vision. Het hemels plan. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Spirit of God. Help us. Help us. Then we will focus. On the heavenly vision. Op in het the hemels name of Jesus. Dat God ons heeft in de naam van Jezus. And we declare. En wij verklaren. Anything around us. Dat alles om ons heen. That will distract us. Wat ons zal afleiden. From focusing on that vision. Om aandacht te hebben op deze hemelse plan. Be it a person. Of het nou een persoon is. Be it a person. Of het nou een persoon is. Be it any other means. Of door welke manier dan ook. Cut it off. Snij het af. In de naam van Jezus. Take it out. Haal het weg. Take it out. Haal het weg. Have a prophecy for you. A prophecy for the church. Ik heb een profetie voor de kerk. Nu schrijf het op. You're gonna see it come to pass. En u gaat het zien gebeuren. In uw leven. It's a personal prophecy, but it's a prophecy for the church. Het is een persoonlijke profetie, maar het is een profetie voor de kerk. Write it down very well. Schrijf het heel goed op. All those things that the enemy ever used to defeat you. Al de dingen die de vijand heeft gebruikt om u te verslaan. God will use those same things to cause you to defeat the enemy. God zal u gebruiken in dezelfde dingen om de vijand te verslaan. I said all the things that the enemy have used to defeat you. Al de dingen die de vijand heeft gebruikt om u te verslaan. God Almighty. God Almachtig. Will use. Zal gebruiken. Those same weapons. Diezelfde wapens. I will cause you to use it to defeat the enemy. En u zult nu de vijand ermee verslaan. I said all those things. Al die dingen. That the enemy. Die de vijand. Have used to defeat you. Heeft gebruikt om tegen. God will use those same weapons. God zal precies diezelfde dingen gebruiken. I will cause you to defeat the enemy. En ervoor zorg dragen dat u nu de vijand ermee verslaat. God will make you a master of circumstances. God zal u een meester maken van omstandigheden. He will make you a master of situations. En een meester van situaties. A master of problems. Een meester.
meester van problemen. By the power and the working of his spirit in you. Door de werking en de kracht van de Heilige